Het Low Income Shelter 3-programma, LISP 3, zal door deze regering weer worden opgestart. LISP 3 was door de vorige regering opgestart, maar niet tot uitvoer gebracht. Het programma voorziet in het bouwen van of rehabiliteren van 4000 woningen door een lening en of schenking van de Islamic Development Bank. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt niet precies te weten waarom het programma tijdens de vorige regering niet is uitgevoerd. Feit is, wat nu moet gebeuren, dat de rekeningen terugbetaald moeten worden, want de PIU heeft schulden gemaakt. Dat is één ding. Twee is, de grond is al vrijgemaakt en het ingenieursbureau moet betaald worden. Dat zijn de feiten op dit moment. Dan kan het project morgen starten. Dus in samenwerking met mijn collega roep ik het team vrijdag om de knoop door te hakken als ondersteuning naar de regering. Want dit ding zit het al 2 jaar. Dat had wat tijd nodig. Om deze dingen moesten goed onderzocht worden door de regering. Dus in feite is alles nu, na 2 jaren, weer ready to go. De bewindsman meent dat het jammer zou zijn als dit LISP-programma geen voortgang zou vinden en staat erop dat de regering alles in het werk stelt om het project weer op te starten. Omdat net wat ik je zei, het is 4000 mensen die geholpen kunnen worden. En een tweede ding is, een stuk is gratis geld voor mensen die niet kunnen betalen. En een stuk is geleend geld voor zij die wel kunnen betalen. Dus het is een must. Ik ben niet direct betrokken bij het project. Het heet geen LISP 3 meer, maar heet iets van housing project en het valt onder sociale zaken. Eigenlijk is dat ook altijd lastig, het moet eigenlijk onder OE vallen. En het is dus een ander project dan die andere van China. Die van China is weer een aparte. Dat is de 350 houses, 350 huizen die gratis gebouwd worden op Reeberg. Het had ook 2 jaar geduurd om alles goed te regelen. Alles is nu goed geregeld. We wachten nu op de delegatie van China om het startsein te geven. Minister Noor Mohammed sprak vandaag met journalisten na de wekelijkse raadsvergadering van de ministers bij het kabinet van de vicepresident.